Het grootste complot. En heel veel wakkeren zien het niet. En dat is misschien wel een beetje jammer, want het grootste complot is waarschijnlijk liefdevoller dan dat je denkt. En wat nog mooier is, is dat dit complot kan je enorm helpen in het gemakkelijker dragen van alle andere shit, alle duister dat zichtbaar aan het worden is op dit moment in de wereld. Veel plezier met deze video. En wat wordt er toch veel zichtbaar? Jezus man, het gaat niet normaal. Hard af en toe. En dat is mooi, dat is positief. Dat is gewoon als je dingen kan laten zien, dan kun je het ook veranderen. En er zijn heel veel mensen die dingen niet zien. En daardoor in heel veel gevallen volledig onbedoeld en onbewust meegaan in bepaalde zaken. Waar ze absoluut niet in mee zouden gaan als ze zouden weten wat er werkelijk gebeurt. Dus het is mooi dat er zoveel zichtbaar wordt. Maar het is ook intens. En juist als dingen intens zijn, dan gaan we ergens ironisch genoeg meer in onze menselijke laag. Dat is een heel erg menselijk patroon. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Misschien zien we het wel ook bij anderen. Maar als dat gebeurt, als we schrikken, als we bang worden, als we overweldigd raken, in plaats van dat we op die momenten ervoor kiezen om meer met ons hart te gaan verbinden, meer in ons zielsperspectief te gaan staan, gaan we vaak juist meer in die persoonlijkheidslaag, meer in die ego-laag. Waarin we juist meer van de problemen zien, zoals we die zien, en meer van de angsten ervaren zoals we die ervaren. Dus dat is een interessant patroon. En het fijne is dus dat er een complot is. Een magisch mooi complot. En dat gaat je helpen. Dat weet je waarschijnlijk al, maar het gaat je helpen om daar even aan herinnerd te worden. En dat complot is eigenlijk heel simpel. En dat is dat alles, 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 alles in het leven is er om jou verder te helpen op jouw reis van ego naar hart. Het hele universum heeft gewoon een fantastisch mooi complot gesmeed waarin het jou helpt. En van alles op je pad gooit af en toe. Dat is de ervaring die je soms kunt hebben. En dat is er allemaal om jou verder te helpen. De mooie dingen, de fijne mensen die je ontmoet, de passies die je leeft, de hobby's die je hebt, de leuke baan die je misschien hebt gevonden of aan het zoeken bent. Allemaal dat soort dingen, maar ook de uitdagingen, ook de hindernissen. Die zijn er allemaal, 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 allemaal om jou verder te helpen op de reis van ego naar hart. En hoe meer je daarin landt, hoe meer je in het hartgedragen bewustzijn landt, hoe makkelijker jouw leven gaat, hoe makkelijker jij jouw passies kan voelen, je dromen kan realiseren, je gelukkig kan voelen, je stroming gewoon kan vinden en vanuit vertrouwen op die stroming die we als leven ervaren mee kan gaan. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het online channeling event, eerste channeling event dat we op onze eigen website gaan doen, dat staat gepland op zondag 11 februari, dus dat is al snel. Zondagavond om 8 uur en dan gaan we lekker samen de diepte in. Ga ik Lamonet voor je channelen. En dan kun je meedoen. Het is donation based. Dus je bepaalt achteraf zelf wat het waard is voor jou. En dat bedrag, dat kun je betalen. Via Ideal of andere middelen. Andere mogelijkheden. Dus mocht je daar interesse in hebben. Het linkje staat onder deze video. Ik ondertussen ook nog eventjes kijken. Of ja, ik heb nog een hond. Goed zo. Angel is er weer bij. Angel. Hou je de wacht. En ze gaat altijd heel braaf zitten als ze ziet dat ik iets aan het opnemen ben of zo. Dan, kijk, daar zit ze. Ja, je bent lief. Maar goed, er is dus een prachtig mooi complot gaande in jouw leven. En dat complot, dat overtreft alles. Alles wat je ziet, alles wat je denkt, waar je bang voor bent, misschien waar je zorgen over maakt. Dit complot kan alles overtreffen. Dit complot kan jou weer helemaal in je hart brengen, in je zielsperspectief brengen. En dit kan jou helpen om juist, wat ik in de intro van deze video al zei, juist in die momenten dat je even weer geconfronteerd wordt. Jemig, het is echt. Soms, ik heb zelfs ook wel eens het gevoel van, het lijkt wel een slechte film waar je in zit. En ergens, vanuit een bepaalde laag, vanuit een bepaald perspectief, is het ook waar dat je in een soort van film zit. Maar die overweldigende momenten, die momenten die je als overweldigd ervaart, dat je even van, wow, dat
ja, dit is, het is gewoon ook echt, in die 3D-laag is die beleving van wat er allemaal is, is gewoon echt. Juist op die momenten kun je weer eventjes jezelf herinneren aan die diepere laag. Aan wat er achter de agenda van het duister zit. En achter de agenda van het duister zit ook gewoon... De agenda van het duister is eigenlijk gewoon een soort van knechtje van de agenda van het licht. De agenda van het duister maakt zichtbaar wat er allemaal getransformeerd kan worden. En de agenda van het duister zorgt er ook voor dat door jouw reactie op die agenda, jij in contact kan komen met je eigen schaduw, met je eigen duister, met je eigen punten waar je in kan groeien, met je eigen uitdagingen. Dus in het grotere geheel werkt alles mee aan het creëren van een nieuwe aarde. Ook de agenda van het duister. En dat vinden we soms een beetje moeilijk om te zien, want vanuit onze ego-laag is het heel verleidelijk om erg te denken in het goede en het slechte. En het goede moet vooral van binnen zitten en het slechte moet vooral van buiten zitten. Maar uiteindelijk is dat wat van buiten jou is altijd een afspiegeling van iets in jou. En jouw reactie op de buitenwereld, die vertelt jou wat en waar je nog leuke dingen kan leren over jezelf, zodat je nog meer kan groeien in het hartgedragen bewustzijn. Oh, wat is het hier mooi. Het is echt niet normaal. Ja, vanuit dit mooie bos hier vlak bij ons. Dus even een korte reminder. Even een korte reminder aan dat wat we soms allemaal even vergeten. Het is ook fijn, denk ik, om te beseffen dat het de bedoeling is dat je het even vergeet af en toe. Omdat je hier bent om te herinneren. Omdat je hier bent om dingen uit jezelf omhoog te halen. En dat kan alleen maar ook als je het... Dat kun je alleen maar doen als je het ook af en toe even vergeet. Als het ook af en toe even wegzakt. En dat helpt. Want dan heb je niet het gevoel... Oh shit, ik doe het verkeerd. Nee, je bent gewoon aan het leren. We zijn allemaal aan het leren. Ik ben ook aan het leren. We hebben allemaal af en toe even die reminders nodig. En dat grotere perspectief nodig, dat eventjes uitzoomen, eventjes het grotere geheel zien, het werkelijke grotere geheel, dat dus nog verder uitzoomen is dan zien wat er op deze wereld gebeurt, maar zien wat er in het universum gebeurt en zien wat er allemaal voor moois aan het ontstaan is en ook zien wat de potentie is van het zichtbaar worden van dat wat we vaak als duister zien en als duister benoemen. Dat kan ontzettend helpen en dat kan ontzettend helpen om je daar even aan te herinneren. Om weer eventjes te voelen, oh ja, dat is het. En dan na het uitzoomen gewoon weer lekker teruggaan. Ook in je menselijke laag, ook in je ego-laag. Lekker durven spelen, op je bek durven gaan af en toe. En daarvan leren en op de juiste momenten weer even, oh ja, even uitzoomen. Even uitzoomen en ik zie het. Ik zit gewoon in een mega groot complot van het universum om mij verder te helpen op mijn reis van ego naar hart. Hoe mooi is dat? Oké. Dankjewel voor het kijken van deze video. Er is ook een nieuw blog. Linkje staat hieronder. Sluit hier ook wel mooi op aan. Blog heeft als titel: Wie gaat de nieuwe aarde als eerste zien? Leuk om ook even te lezen, denk ik. En ik zie je heel graag in een volgende video terug. En heb een magisch nu.